veel. Wat bent u ergens lid van? Ik ben lid van de oude sleepbootjesclub.
We gaan elke zomer gaan we hier en daar heen als er een oude sleepbootjesfeestje is. En deze keer is het oude sleepbootenfeestje in Almelo. Lijkt het u leuk? Of? Ja, de Almelo natuurlijk. Dat weten we allemaal in het Westen. Nee, dat is algemeen bekend. Almelo, elke kans die je krijgt om naar Almelo te gaan, die moet je met twee handen aangrijpen. Nou, dat doen we dan ook. Heel mooi. Je hebt een bijzondere boot. Een driecilinder hoor ik. Het is een Amsterdammetje. Het zijn van die sleepbootjes die vroeger in Amsterdam, toen er nog geen vrachtwagens waren, toen werd alle vracht in Amsterdam vervoerd door de grachten. En dat ging dan in de jaren 20 ging dat op een dekschuit. En die dekschuit die werd dan weer getrokken door een sleepbootje. En dat kon je gewoon huren. Dus deze werkte bij een sleepbootjesverhuurderij. Of beter gezegd bij een dekschuitenverhuurderij. Dus als je een vrachtje had wat in Amsterdam van de ene naar de andere kant moest, dan huurde je één of twee dekschuitjes bij die dekschuitenverhuurder. En dan kreeg je er automatisch een sleepbootje bij met de kapitein die dat voor je regelde. We hadden vroeger tientallen van dat soort bootjes. En ze zijn precies op de maat dat ze goed door de grachten heen kunnen varen. Je kunt het stuurhutje kun je ook naar beneden klappen, zodat je onder alle bruggen door kan. U bent hier helemaal heen komen varen? Nou ja, het lopen schiet ook niet op natuurlijk. Hoe lang doet u erover? Nou, vanaf Amsterdam vaar je er een dag of 3-4 over. Dat is wel te doen. Hoeveel brandstof gebruikt u dan? Nou, is de moeite niet waard. Het ding stoopt, ik heb het nooit nagemeten, 3 of 4 liter in het uur. Nou, ben een uur zoet voor 3 of 4 maal. Wat kost het tegenwoordig? Voor minder dan een tientje. Ben je een heel uur zoet op je bootje. Ja. Heeft niemand last van je? Doet het onderhoud ook zo? Ja, er is niemand anders die het doet. En ik kan de garantiepapieren nergens meer vinden. Dus is dat niet moeilijk? Nou, er zijn wel grenzen. Een zuiger trekken of zo, dat gaat mij boven de pet. Dus eens in de 5 jaar, dan moet ik toch wel even naar de machinefabriek om iets, een echte hartoperatie of zo te laten verrichten. Maar het gewone werk, dat doen we zelf. Je hebt je veel werk op de hals gehaald, geloof ik. Ja, zeker weten. Veel werk hebben we wel op de hals gehaald. Je kunt wel zeggen dat ik eigenlijk werk gekocht heb. Maar wel heel leuk werk, denk ik. Ja, je staat hier bij een bootje en dat heeft een geschiedenis. Vertel eens. Ja, dit is een bootje met koninklijke historie. Dit is de sloep die aan boord stond van de Piet Hein. En dat is het Prinsenjacht dat in 1937 als nationaal geschenk werd aangeboden aan Juliana en Bernhard. Ter gelegenheid van hun huwelijk. En dat bootje heb jij ontdekt? Ja, op Marktplaats, heel toevallig. En ik had het misschien beter niet kunnen ontdekken, want als ik zoiets tegenkom, dan moet ik dat gewoon kopen. Het is een heel bijzonder ding. Het werd ook aangeboden voor €150. En dat is al een heel bijzonder object. En ook dat het aangeboden is, überhaupt al heel bijzonder. Want eigenlijk had dit natuurlijk nooit van de Piet Hein afgemogen. Dus een varend monument met zo'n rijke historie, dat ga je niet ontleden. Dan ga je niet een boot die slecht is, een sloep die in dit geval slecht is, ga je daar niet van afhalen. Maar dat is gebeurd. En dat is mijn mazzel eigenlijk. Dus eigenlijk had zo'n bootje normaal niet zoveel waarde. Maar alleen door de geschiedenis heb jij gedacht, nou, dat is de moeite waard, daar ga ik opknappen. Ja, onder andere wel, ja. Dit zijn wel officieel wel normaal ook wel prijzige boten, sloepen. Dit is een Overnaardse sloep. En die is van mahoniehout gebouwd en die is koper geklonken op eikenspantjes. En dat zijn op zich wel hele gewilde boten. En daar zijn ook wel veel liefhebbers voor. Dus ook zonder historie was het een mooi bootje geweest, maar dan had ik hem niet gekocht. Hoe oud is die nu precies? 1937 is die gebouwd. We hebben nog tekeningen of foto's van dat de bouwers ermee bezig waren met deze boot. Hij is in 1937 gebouwd. En in 1937, op augustus, ik weet niet exact de datum, is hij geschonken. Dus gelijktijdig met de Piet Hein aan Juliana en Bernhard. Hij stond op het sloependek. Nu opent u een tentoonstelling. En tijdens die tentoonstelling gaat u aan het bootje werken?
Ja, dat is wel de bedoeling. We hebben hier overlegd dat ik in ieder geval de binnenkant kaal mag halen. Want je kunt natuurlijk niet het hele huis van katoen hier op de kop zetten. Als je gaat schuren, dan heb je natuurlijk alles onder stof. We gaan hem krabben, we gaan hem met de föhn te lijf. En we willen zien dat we het scheepje eigenlijk voor 31 augustus in ieder geval kaal krijgen. Dat heeft dus nog niet iets met een opbouw te maken of met een restauratie. Het is dus puur goed bekijken en schoonmaken. Alles wat erop zit, moet eraf aan verf en lak. Wie gaat de tentoonstelling openen? Egbert de Kater, dat is, wisten we niet. Wisten we eigenlijk geen van allen hier. Maar dat schijnt de Kamerheer van de Koning te zijn geweest. 21 jaar. Hij is in juli gestopt daarmee. En elke provincie heeft schijnbaar een Kamerheer. En die vertegenwoordigt de provincie. En die nodigt het koninklijk gezin uit als ze in de buurt zijn. En die regelt allerlei dingen voor het koninklijk huis. Naast de open dag bij Heracles konden mensen ook een kijkje nemen bij de ISPA. Kinderen kregen de kans om verschillende sporten uit te proberen. Rondom 1760 was er een scheepswerf en later zelfs drie scheepswerven in Enter, waar deze Enterse Zomp gebouwd werd. En uit de volkstelling van 1758 spreken al 60 mensen uit Enter dat ze zompschippen zijn. In 1800 liggen 120 van deze zompen in de havens van Enter met kerstmis. En er waren nog wel een paar zompschippers meer, ook Almelo had natuurlijk wel een paar zompschippers. Maar heel frappant dat juist Enter, dat hele kleine plaatsje hier eindje te westen van, zoveel zompschippers hadden. Dat had toch waarschijnlijk wel een bijzondere reden. Enter ligt natuurlijk vlakbij de Regge. En de Regge was in die tijd, maar dan ga je zelfs al terug naar 1600, 1700 en 1800. Wat nu de A1 is, was toen de tijd de Regge. Alle handel, alle vracht die vervoerd werd, ging meestal over water. Want de zandwegen waren allemaal slecht, zomers stoffig, 's winters waren het allemaal modderwegen. En rondom 1800 hadden die Enterse zomvaarders, daar gaan ze weer, hadden die Enterse zomvaarders, die hadden het monopolie op het gebied van de vrachtvaart. En als je dan teruggaat, dan praat je eerst veel over landbouwproducten, veel rogge, veel hooi. Later turf, heel veel turf vervoerd. Maar als je de Regge afvaart vanaf Diepenheim tot aan de Vecht bij Ommen, dan kan je linksaf naar Zwolle, waar de
de vracht werd overgeladen op schepen die naar Amsterdam moesten. Maar kon je ook de Vecht stroomopwaarts en kon je onder andere helemaal varen tot aan Nordhorn. En Nordhorn vlakbij Bentheim. En zo zijn de Bentheimer zandsteen die aan de basement liggen van de Paleis op de Dam in Amsterdam, die zijn vervoerd met deze schepen. Dus zo kunt u wel nagaan dat die handel heel belangrijk was. En toen in 1800 langzamerhand de eerste fabrieken kwamen, er werd heel veel textiel natuurlijk al vervoerd. Eerst door die fabriekeurs, waarbij de textiel door de mensen zelf gemaakt werd, thuis gemaakt werd. Later door de fabrieken. En die fabrikanten die waren erg afhankelijk van die zomschippers. En dan waren die zomschippers wel betrouwbaar, maar het water was niet betrouwbaar. Zomers was er geen water en 's winters was er vaak veel te veel water. En dat maakte dat ze belang bij hadden dat er een harde weg kwam. Dat het Overijsselskanaal werd gegraven. Dat de spoorlijn werd aangelegd. En waar Enter in 1800 de derde economie van Twente was naar Almelo en Enschede, waren ze 100 jaar later waren ze de armste economie van Twente. Met andere woorden, die zomschippers, ik zou haar zeggen dat waren hele goede ZZP'ers, maar het waren niet echte ondernemers. De verandering die ging plaatsvinden, die hebben zij niet goed kunnen volgen. En het enige wat gebeurd is, dat al die zompen, die zijn langzamerhand alleen nog gebruikt voor brandhout en daarmee was het afgelopen. Zomer waarin alles rijp en vol en gonzend van bijen leek. Bovenaan de weg, je stond er stil, keek om en zag de lage tuinen binnen handbereik. Het licht hing stil en zilverachtig geel, leek zich tegen een membraan te vleien, hield de bomen en de wilde bijen achter de heg bijeen tot één geheel. Hoe lang en nauwgezet je het beziet, dit ogenblik, de vorm waarin het komt, zo glanzend, lijfelijk en afgerond, waarom het blijft, begrijp je niet.